Om jong mensen tof te kijken in deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy in 1999. Is niet goed, vandaag weer de carrière mode. Maar ik begin even zo. Maar ik moet je laten weten dat er iets mis is gegaan met het opnemen van de carrière mode. Het tussenstuk van de wedstrijd tegen Portugal en tegen het begin van Australië volgens mij, of Oostenrijk, is verdwenen, is verwijderd. Vraag me niet waarom. Ik heb per ongeluk op verwijderen geklikt op de Xbox. Opeens, dus het middenstuk was weg. Dus ik heb het begin, gewoon van de video, gewoon van de carrière mode. En dus het begin tot en met een beetje dat tweede helft van die wedstrijd tegen Portugal. De uitslag zou ik jullie vast vertellen, het is 6-0. Het is een ruime uitslag tegen Portugal. En de wedstrijd dan daarna, volgens mij als ik het goed herinner tegen Oostenrijk, of ik zeg het gewoon verkeerd, maar die wedstrijd eindigt volgens mij in een nog hogere uitslag. Dat zie je wel, want dat is het einde van die wedstrijd. En dan ga je hem weer gewoon zien tot het einde van de video. Dus het middenstuk. Niet raar zien dat jullie opeens denken van, wow, opeens is het een andere wedstrijd. Ik zou het ook nog aangeven in de video. Ook die zo te inspreken, dan zeg ik gewoon, geniet van de carrière mode. Ook al is het iets anders. Maar het komt goed, want er komt een unboxing vandaag online. Die gaan jullie zien op dit kanaal. Een unboxing van het Feyenoord van Persie shirt. Die ga ik laten zien aan jullie, omdat ook nu de carrière mode misgegaan is. Dus ik zou zeggen, houd in de gaten het kanaal, want jullie gaan het zien, de unboxing. Maar nu dus de carrière mode. Ik zeg, veel kijkplezier. Yo mensen, tof dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999. En vandaag dus de nieuwe Feyenoord carrière mode. Jullie zagen hier net een filmpje ervoor. En ja, jullie hebben het gehoord. Jullie gaan de eerste paar minuten van tegen Portugal zien. Denk ongeveer tot de 60e minuut. Dat hij dan opeens omschakelt naar de eerste helft van de wedstrijd tegen het andere land. Maar goed, we staan hier nog op 0-0. Als we 3 minuten de bal bij Boetjes komt. Boetjes is weggestuurd. Jean-Paul Boetjes. Hij schiet de redding en de bal weggewerkt. Nou, jullie weten de uitslag van deze wedstrijd. Heb ik jullie al verteld. 6-0 overwinning wordt dit. Maar wie ze maken is natuurlijk nog geheim. Berghuis. Boetjes. En weer niet. Martins. En de bal voor ingooi voor het Nederlands elftal. Lena Congolo. Frenkie de Jong. Berghuis. Depay. En het schot en geblokt. Geen 1-0. Fernandes. Depay erop af. Heeft hem. Depay. Berghuis. Berghuis. Vilena. Vilena kappen. Schieten. De lat. Weer niet. Nu de ingooi. Voor hier wordt het Nederlands elftal. Hier Congolo weg is. Congolo en Anquetier. Congolo, Boetjes en het is 1-0. Jean-Paul Boetjes. Jullie horen even mijn hond, maar Jean-Paul Boetjes maakte dus de 1-0. En dan komt vlak daarna de bal weer op Boetjes en het is het nu 2-0. En weer Jean-Paul Boetjes met de goal. Weer hij. En zijn tweede in deze WK-kwalificatie. En het is de 2-0 in deze wedstrijd. 28e minuut. Wordt het dan nog een betere en mooier wordt het Nederlands elftal? Ja, zeker deze wedstrijd. Felix. Silva. En komen wij ertussen. Net niet, nu hier wel. Toornstra. Toornstra, Berghuis. Berghuis is weg. Berghuis geeft hem voor. Hij geeft ervoor richting Depay. En het is 3-0. Memphis Depay mag de goal maken. En het is hier 3-0 voor het Nederlands elftal. Memphis Depay mag zijn eerste maken deze WK-kwalificatie. En het is dus 3-0 in de eerste helft. Deze bal van Portugal komt in de handen van Raymond ten Hove. De bal komt bij Van Dijk. Vilena. Berghuis. Toornstra. Berghuis. Toornstra. Bal terug hier. Depay. Depay met de kans. Boetjes. En het is 4-0. Hattrick. Jean-Paul Boetjes. En het is over en uit dus voor Portugal met deze 4-0 achterstand. We zijn 4-0 voor, 56e minuut.
En dus een 4-0 voorsprong voor het Nederlands elftal. Dit wedstrijd eindigt op 6-0. Hier voorzit nog. Frenkie de Jong, Berghuis. Bal op Toornstra. Komt er nog een goal? Ga je nog een goal zien in deze wedstrijd? Silva. Carvalho, Fernandes. Carvalho, Silva. Martins. Nou, moeten we toch gaan druk zetten. Hier gebeurt het ook met Frenkie de Jong, Toornstra en Vilena. Frenkie de Jong geeft hem op Boetius. Boetius, Depay. Depay met de kans. En het is 5-0. En deze wedstrijd is dus, ja, wordt nog 6-0. Maar die zien jullie dus niet. Hier zien we al de tweede helft. De tweede wedstrijd. Die staan we al met 3-0 voor na 30 minuten. Ik weet niet precies meer wie de goals gemaakt hadden. Maar in ieder geval komt hier de 4-0 al aan. Ja, Weghorst. 0-4. Dit is dus de wedstrijd tegen Australië. Ik heb jullie al verteld dat er iets mis was gegaan met het opnemen. Dus alleen de eerste en de laatste. Eerste minuten van de wedstrijd tegen Portugal. En de laatste minuten van de wedstrijd tegen. Ja, volgens mij is het Oostenrijk. Royer. Alaba. Wij zitten ertussen met Stenks. En Kaisdorp. Deze wedstrijd weer in het elftal. Toornstra behoudt de bal. Geeft hem op Til. Guus Til ook erin gekomen. De wedstrijd. Deze wedstrijd dan. Boetius met een schot. En de redding van de doelman. Zorgt ervoor dat de bal niet de goal in gaat. De bal weggekopt hier. Arnautovic. Til kan die verdedigen. Kan die ertussen in de eerste helft nog. 4-0 stand voor het Nederlands elftal. Doen het goed in de WK-kwalificatie dus. Uit 4 wedstrijden hebben we 3 gewonnen. Waarvan eentje verloren slechts tegen België. Kuisdorp, Stenks. Nu de aanval weer voor Oranje. Guus Til. Geeft hem op Kluivert. Justin Kluivert. Kan hem geven op Weghorst. Doet hij het zelf. Hij doet het zelf. En die zit erin. 0-5 van de eerste helft voor het Nederlands elftal. Deze keer zit Justin Kluivert. Die de eerste mag maken in de WK-kwalificatie. En de 5-0 dus voor rust zitten nu na de rust. Dan gaat de volgende kans zich aandienen voor het Nederlands elftal. Toornstra, Stenks. Stenks. Kappen voorgeven. Toornstra. Het schot nog een keer. Kluivert. En de bal weg. De bal voor het Nederlands elftal met de ingooi. Met Kluivert. Boetius. Toornstra. Stenks. Stenks. Weghorst. Niet bij Toornstra. Boetius. Stenks. Geeft hem voor. Weghorst. En het schot hier. En Kluivert schieten er niet in. Geen 0-6. Kluivert. Weer een voorzet hier. En de bal op de lat. Kaisdorp. Krijgt er niet bij medespelen. Kans weer voorbij. Kaisdorp. Stenks. Stenks. Geeft ervoor. Guus Til. En het is 0-6. Guus Til maakt de goal. En we staan voor met 6-0. Guus Til. Ook zijn eerste in deze WK-kwalificatie. Hebben wij voor het eerst opgeroepen. En het is dus de goal. 5-6 minuut. Komt alweer de volgende goal aan? Nee, in de handen van de keeper. 71 minuut nu. Guus Til. Toornstra. Depay. Weghorst. Weghorst op snelheid. Geeft hem bijna mee op Kluivert. Maar daar komt hij niet aan. Lehner. Guus Til. Kan hij er tussen komen? Nee. Tackle ingezet. Niet goed. Goed tussen gekomen. Toornstra, Guus Til. Til geven op Kluivert. Kluivert is weg. Kluivert is weg. De paai loopt helemaal aan de andere kant. Memphis de paai, die moet hem krijgen. Krijgt hij hem ook? Nee. Weghorst krijgt hem. En dan zit hij er niet in. 80ste minuut nu. Voor Oranje. De bal hier bij Vilena komt. Vilena Kluivert weer. Kluivert. En de rebound zit erin. Het is nu wel Memphis Depay die de 7-0 maken.
Een goede uitslag, een hoge uitslag dus voor Oranje. Komt ook nog een wissel aan. Komt Groeneveld erin voor Boetius. De man die tegen Portugal toch al hat-trick in had liggen. Nu de laatste minuten nog een aanval misschien voor de tegenpartij krijgen. Wil het lukken? Nee, nog een goal voor ons misschien. De licht weggooist. Vilena. Depay kan hier zomaar nog maar de 8-0 komen in het einde wedstrijd. Het is klaar, dus over 8-0. Hoge uitslag. Hoger kan niet. Kan wel, maar Nederland elftal wint met 8-0. Guus Steele met een goal. We winnen met 8-0 van Oostenrijk. Doet dus goed in de WK-kwalificatiewedstrijden. En de wedstrijd van morgen ga je ook weer zien. Morgen natuurlijk, FC Porto en de Graafschap. Ik zou zeggen, kijk morgen dan weer naar de UK. Want hier ga ik Hazard weer in het eerste zetten. En Koerder gaat naar de wissel. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Druk op die like-knop. Kijk vanavond ook naar de unboxing. En dan zeg ik, zoals tijd en zoals nu. Later.